Vandaag doen we de A tot Z drive-thru challenge nog steeds in Las Vegas. En om het ons even iets makkelijker te maken, hebben we een zeecontainer gehuurd. Yes, hoppakee, wat een unit! Hier worden er ook mensen mee naar Amerika gesmokkeld. Ja, onder de auto zitten allemaal kleine Filipijnse meisjes. Daarmee bespaar je best wel veel brandstof, als die ook rennen. Wij zijn onderweg naar de letter A van Arby's en wij gaan even de regels aan jullie uitleggen. Wij hebben een A tot Z calorieën challenge. Elke letter staat voor 1000 calorieën met een kenmerkend gerecht van dat restaurant. Rob heeft een kaartje. Joehoe! Oh, assistent op de loterij. Je mag één sticker ervan aftrekken en de gelukkige winnaar moet dan bij de Arby's een gerecht van 1000 calorieën opeten. Moet alles opeten, maar kan je jouw gerecht niet meer finishen, dan ben je af. En wat hou je van rosbief? Ja, het zijn allemaal rosbiefbroodjes toch? Ja, ik moet zeggen, ik ben al lang van mijn vriendin van huis, dus het is alweer tijd voor rosbief. Onze hoofdje zit dus hieronder en als ik een sticker aftrek, nou, ja, dan zit dus een hoofdje hieronder. Peel hem af! Peel hem af! Ja! Kijk naar de broodje rosbief! Can I get a King's Hawaiian Sweet Heat Beef and Brisket Meal? Coke, please. Coke? Wil Pepsi graag. Ik zit aan de Coke, want ze wil niet dat ik Pepsi. Zo. Dit is gewoon lekker. Dit is gewoon lekker. Je wordt zo'n lange dag. Hè. Dat zal bij elkaar 3 liter zijn ongeveer. Oh, lekker. Lekker van die twister fries. Dit is gewoon lekker natuurlijk. Oh, dit is crispy. Heel lekker. Mag lekker. Nog even eentje? Nee, dat mag niet. Het is niet spel. Waarom niet? Hier heb je dus gewoon een plek voor je cola en je vriendjes van de achterkant. Het past op het plek. Oké. Barbecue, bacon, burger. Jezus, wat een gevaat aan rosbief en friet en uierringen. Wat zit er allemaal op? Domme, dit is wel lekker zeg. Je zou kunnen zeggen dat dit een behoorlijke beuker is. Hoe ga je maar vliegen deze? Zo. Er valt iets aan de onderkant uit. Ik denk dat het rosbief is. Dit is toch meer dan 1000? Dat kan toch niet met die kolen erbij en die friet? Ja, sorry, het was niet Lars Groeven. Ja, daarom! Nee, kom op! We doen dit met z'n allen, hè, man. Laten we even een momentje nemen om Ron's shirt te waarderen. Ja, goed shirt. Ja, dat had je in de vorige video kunnen zien. Ik heb net al de 3 complimenten gehad en ik zei, je werkt voor ons. Doen we hier niet. Nee. Heel goed verhaal. Ongeveer 55% van de mannen doet aan beffen. Ik zag vanmorgen jouw bril in de badkamer liggen, toen heb ik mijn balzak er even op gelegd. Wat heb ik er net over gezegd, man? Ga niet mijn bril met je balzak nog aanraken, mijn gol. Dit is een soort longboard, en op het moment dat jij daar met je vettige balzak op gaat liggen, dan doe de vlakte. Ja. Vind je dat niet prettig? Kappen met deze shit. Als het zo gaat, wordt het wel een hele lange dag, hoor. Ja. Je geeft me 1k en ik tover de 10. Ik heb 4-5 broodjes in mijn zak. Ja, het is ook... Het is ook helemaal niet lekker. Kijk, raak af! Hey! Goed, hoor. En dat brengt ons bij de letter B. Hi, can I get one triple whopper? Nou, dat was een triple whopper bij de Burger King. Bestaat dat überhaupt in Nederland? Ik heb nu echt lekkere trek, maar dit is misschien wel iets te veel van de goede. Hey jongens, ik ben zo misselijk. Ik ben zo verschrikkelijk misselijk. Ja. Eén grote aanslagerij act weer. Ik ga een hot take op jullie gooien. Ja? Deze hoef ik niet. Ik heb echt honger, maar dit is denk ik te veel. Maar even, is het 1 burger heeft 1000 calorieën? Ja. Een triple whopper. Voor iedereen die nu trouwens gaat zeggen, jullie weten nu toch waar Koen staat. De kaartjes zijn random. De hoofdjes staan elke keer in een andere volgorde. Ik wilde al zeggen, doe anders weer die middelste. Is het even kapsel revealen? Oh, dit is al wel eens een kapsel. Het is geen ginger. Yes! Yes! Maar hij is ook niet blond. Ja, hoor. Ja, ja, ja. 3, 2, 1, het is. Mensen nog die ene keer. Nou, ik denk dat ik het niet ben dan. Laatste mijn triple whopper. Ik heb zo'n honger. Oh. Yeah! Oh, wat een schip. Wat een vrachtschip. Oh, 1, 2, 3. Dit is op, man. Wij gaan dus vandaag 26 van dit soort dingen klappen. Dat kan toch? Echt, het stinkt hier oprecht naar poep. Je burger stinkt gewoon naar poep. Of het is de binnenkant van je mond die je nu open doet. Ja, dat is ja, nee, het is echt in de binnenkant van de mond. Als ik iets zou moeten zeggen, poep. Ja, dat is waar. Maar of misschien stront. Die eerste die appel waren best wel leuk. En nu ben je bij de kern, met vlees. Daar is ook nog meer vlees. Oh, lekker. Ik vind wel dat je hem snel wegklapt, Rob. Als we allemaal net zo lang de tuin nemen als Koen, dan zitten we hier gewoon voor morgen vroeg nog. Ik heb gekeken, het is niet normaal. Ze hebben hier al iets van 80 drive-thrus, gewoon verschillende. En de McDonald's heeft er gewoon 20 of zo in één stad. In één stad! Zullen we deze auto stelen? Nee. Koen! Hey Robert, die floept erin hoor. Ik heb het gevoel dat ik een soort van vandaag mezelf moet laten zien. Ja, goed, vind ik solidair van je. En dat mensen brengt ons bij de letter C. En dat ruimt natuurlijk op. Chick-fil-A. Chick-fil-A. En die Chick-fil-A, dat is dus echt een favorite onder het volk. Maar je krijgt dus altijd een broodje kipfilet. Ja, of kalkoen als je dus minder carbs wil. Oh! Ik ben juist carb. Laat het mij zijn, alsjeblieft. Laat het ik heb zoveel honger. Kom maar. Ja, hij is blond. Dat is bijna allemaal. Lekker voor je. Koude. Ik heb nog niks gegeten vandaag. En dat houden we zo. Dan word ik echt hangry, man. Eindelijk word je zo'n Matthijs van Nieuwkerk dan. Knielen voor meneer Teregen.
We staan even buiten de auto, want Matt, jij gaat even lekker eten. Ik heb zoveel trek in deze, maar we zijn Rob kwijt. Dit is echt een fan favorite, de Chick-fil-A sauce. Het ziet er best uit als een schappelijke maaltijd voor 1000 calorieën. Ik heb natuurlijk 1000 calorieën, ik ga even hardlopen. Nee, deze saus is heel, heel geel en kazig, alsof het een soort roompot is. Dit is dus het broodje wat ik erbij... Oh ja. Ja hoor. Zo'n lekker vette lap met kip, jongen. Maar dit is echt een volgezogen oliebol met vet, jongen. Moet je ze erin met je vinger er even in doen, heel zachtjes en niet te diep. Ja, dat was echt hoor. Dit is zo fucking juicy. Deze is echt fucking lekker. Nee, nou, eet door. Hij is echt fucking lekker. Ik sterf echt van deze limonade. Het is echt niet normaal hoe tering zoet is. Dit is zeker zoeter dan cola. Ik denk dat de helft van de calorieën dat het in deze beker zit. Maar die burger was lekker? De burger is fucking lekker. Ik zou daar best vaak heen gaan als ik hier zou wonen. Normaal is toch, als je veel calorieën uit het drinken haalt, is toch best wel een blessing. Ja, mijn tanden zijn wel gewoon gesmolten. En de wereld staat stil. Dat was alles van mij. Nee, die heeft het eigenlijk niet gehaald, die tekst. Mensen, we zijn dus bij de Dutch. Er staat van een windmolen op. Dit is dus een soort van Nederlandse toko. En voor mij verkracht is echt onze hele cultuur. Waarom noemen ze Dutch? Zeg maar, wat is de reden dat het Dutch heet? Ik heb opgezocht. Het zal er niet opgericht zijn door twee Nederlandse broers. Douwe en Egbert. Ik heb het serieus opgezocht. Het is opgericht door de Sebastian Adria. Het is opgericht door Dane en Travis. Ja, Boersma. Allebei geboren in Amerika. Ze betalen belasting in Amerika. Maar ze profiteren wel lekker mee van de vooroordelen van ons koude kikkerlandje. Eet je trouwens dood? Aan griep. Zie je ze gestikt in een bos of in een stroopwafel, want ze hebben niet weten hoe hij dat moest eten, want hij uit Nederland komt! Wat een tyfushonde! Kut tent! De Dutch Classics, zoals een Golden Eagle Freeze. Ja, dat klopt. Ik heb van dit alles wat hier staat nog nooit wat gedronken. Kunnen jullie niet? Oh, ik hoor niet dat dat op beeld stond. Ik kost aan mijn kwijl uit. Hé, hey, grote vriend, alles goed? Wat zei je? Huh? Dutch? Nothing. Oh, skip! We thought it would be Dutch here! We came all the way from Holland. Can you help you with cash or card? Kaart. Good tent! Thanks so much, I know we all appreciate it. Het schijnt hè, dat die gozer van wie dit is, die heeft een vermogen van 2 miljard. Er zijn echt 1500 vestigingen of zo. Kut! Krijg allemaal de tering, kutbedrijf! Nou, laten we maar een kaartje gaan pakken dan. Als ik dit ben, dan ben ik af. Nee joh! Oh. Paar ruggen op een dag! Ik weet niet of we die quote hebben, wat zei je net? Als ik dit ben, dan ben ik af. Als ik het even goed begrijp, ga ik nu dus binnen 10 minuten 1500 calorieën aan vloeibaar suiker naar binnen gooien. Vergeet niet te genieten. Hij zou behoorlijk zoet zijn, dan wil ik wel vast voor waarschuwen. Dit is echt lekker. Deze lekker, ja. Ja, dat is echt heerlijk. Nou, je brain freeze, jongen. Zal toch niet. Dat teugt er in één keer leeg. Oh, wat doe je nou? Dit kan je best gewoon autotune, denk ik. Over autotune gesproken. Ik heb er van 50 jaar heb ik onze optreden gekregen, maar alleen onze stemmen. Hey baby, luister. Je moet me echt geloven. Oh, dan kom ik zo. Ik ben stapelgek op jou. Jezus, Mina. Zijn alle pijntjes heel even verdoofd. Kijk, nu weet ik dus hoe Mia en Dion zich voelen. Ja. Een berichtje van ons productie net. De jongen die net een bestelling heeft opgenomen, die is per direct geabonneerd op de bankzitter. Ja. Nu jij thuis nog, hè? Dit is echt ziekelijk dat ze dit maken. Die moet echt naar het gesticht, hoor. Ik ben oprecht nu al misselijk. Die andere was echt heel lekker, maar dit is echt ziekelijk. Ja. 800 calorieën in drinken. Schuif die gewoon weg, huppakee, moeiteloos. Ik freeze helemaal aan mijn hoofd. Kijk hem even voor je weg. Niemand maakt dit geluid als je drinkt. Jij wil gewoon fan. Oké, man, goed gedaan. Time for the A! We zijn met de letter E aangekomen, dat staat voor El Pollo Loco, de gekke kip. Maar even, dat begint met L. Mensen, je hebt het waarschijnlijk niet door, maar er is iemand niet. Dat is Rob. Want Rob heeft poepen. Hey, we hadden net een leuke grap dat we in Nederlands gingen praten. Misschien kun je hier praten als een kip. Ik hoop echt zo dat ik deze niet heb. We kunnen ook gewoon nu Rob. We kunnen nu gewoon het oude kaartje waar we Rob van hadden getrokken gewoon opnieuw doen. Zo! Zo gaat hij echt niet in trappen. Kukkelukku! Can I have a 3-piece meal? Hoe is het? Ja, heerlijk gescheten. Ik kan er maar over gaan hoor. Trek mij maar af, want jullie hebben me zeker genaaid. Ik zuik het niet trappen. Ja. Zullen we nu gaan kijken wie het wordt? Ja, nee, want jullie hebben me genaaid. We hebben besloten dat het voor deze gaat. Nee, ja, maar waarom spelen jullie altijd vals? Ik vind, je moet nu grote jongen zijn. Ja, hij heeft het door. Ik heb het door. Nou, wat knap, Rob. Godverdomme, wat kan je hier vrienden niet goed? Vraag even om de receipt, piep. Can you have the receipt, piep? Trek er een af. Rob, trek er een af. Blijf toch bij die rechtsboven. Ik wil dat je heel erg niks te eten. Trek mij af. Oh mijn god. Oh mijn god. Kutzooi!
Godverdamme, vieze kippenpulp is het helemaal. Met een soort van rap erbij. En rijst. Je moet hem zelf nog maken. Er komt echt zo'n magnetrongeur vanaf, jongen. Oh, jezus, Nina, echt. Fuck, ik moet eten! Waarom doe ik dit? Een half jaar geleden woog ik 104 kilo en nu weeg ik bijna 122 kilo. Man, hij is op. De heerlijke gekke kip. Hij was lekker, toch? Het was hartstikke prima. Zelf samenstellen, dat is toch altijd een mooie voldoening. Ik begin nu echt, ik ben aan het trippen. Ik ben helemaal aan het trillen. Weet niet om me heen, Nisa. Ja, zo. Laten we doorgaan naar letter F. De F'en zijn er, en dan denk je, het zou iets met fried zijn of zo, fried chicken, fried dingen zo. Freddy's. Ja, Freddy's Frozen, dus dubbel F zelfs. Jongens, even, ik moet mijn focus erbij houden, ik moet dit één keer. Wat gaan we bestellen? Het is wel een moeilijke order. Hi, can I get a tippy flippy 50... waarom zeg je dan... Je kent dit toch wel? Hoe heet het? Dit heet de Tippy Flippy 50-50 Cup, het extra clean Freddy's sauce. Ik denk dat dit verzonnen is door die toko. Dat ga helemaal niet bestaan, dan mag dit bij Ron nu dat zeggen. Hi, can I get the Tippy Flippy 50-50 Cup? De Tippy Flippy 50-50 Cup? ik heb nu het goede doorgehaald. Sorry, the dirt and worms? Een half en half with all the toppings. Tippy Flippy. Ja, even. Ik zweer je, ik heb echt geen idee wat ik in mijn handen heb. Kan er niet. Oh, dat is hem, Nee, dat ben jij, Ik ben echt als misschien wel de zoete kou van de groep. Ben ik echt heel benieuwd of hij lekker is. Ja, ik ben ook echt benieuwd. Oh, dat witte shirt van hem. Oh, en die schoenen. Ik dacht dat het heel vies was, want de structuur is heel vies. Er zitten allemaal klontjes in. Maar die klontjes zijn Oreo. Oh. Wat smaakt het nou? Ja, Hoe ik benieuwd! Ah! Tom, wat uit. Met je macho gebrand of niet? Het smaakt naar chocolade milkshake met hele zachte Oreo. Denken jullie, was dit de laatste worm? Ja. Nee, natuurlijk niet. Ik heb er hier zeker nog drie. En dan zijn we bij de G van Gerardo Stakos, toch? Maar Gerardo is niet J. Ja, ik spreek het blijkbaar zo uit. Oké. Wordt dit dan de eerste waar Roel of Milo eten krijgen? Want ze sterven van de honger. Wie zal het zijn? Gerardo Stakos. Kut! Het is een leer! Godverdomme! Ik heb honger! En heeft de traditional plates fajita en dan? Pollo. Fajita Pollo. Die vrouw die zit gewoon aan de andere kant van de camera. De camera vind ik lekker. De camera. We zijn er toevallig in je handen. Ja, het leek helemaal door. Ik moet eruit. Hop, druk me los. Oh nee! Als ik normaal loop, dan komt mijn broek op me dicht. Je moet je, dit is wel echt een heerlijk gore type schoor. What the fuck is dit? Dat is tonijn. Dat is mashed beans. Dat moet je zelf dus op je wrap doen en dan eten. What the fuck is mijn wrap? Gewoon nee. Hij gaat er nu op. Op die motorkap. Dit is een bekende motorkap tortilla. Heel bekend concept. Cool. Ken je dat? Dat het dan zo warm is dat je gaat proberen een tortilla te bakken op de motorkap. Mid shoot moet binnen blijven. Misschien moet je die gewoon weggooien. We hebben die rap niet. America! Maar nu heb je het best schoon gehouden. Ik heb zwerfkatten gezien die er minder onverzorgd uitzien. Mensen, ik word helemaal gek van deze vent. Er staat er een half jaar later nog steeds. Dat zijn shirt nog schoon is echt een wonder. Laten we doorgaan naar de volgende letter. Dat is de letter H. De letter H van Houston Hot Texas Chicken. Het mooie is dat ze de H hebben ze ook uitgelegd. Alsof het bij ons spel hoort. Ja, en je denkt misschien, wat is hot? Nou, je kan niet... Ik! En nu denken jullie, hoe hot is hot? Nou, je kan hier dus een van die chicken tenders kiezen met jouw hotness naar keuze. Van 0 tot 2 miljoen Scoville. En nu denk je, is dat veel? Ja. Ja, het is zo koud of veel, dat is mij verteld. Ja. Je een formulier moet ondertekenen dat wanneer je die bestelt, dat het jouw verantwoordelijkheid is dat je misschien dood kan gaan. En niet meer van hun, dat verleggen ze dan. En daar moeten we even naar binnen, die gaan we even signen. Ik hoop toch zo dat Milo hem heeft. Mag ik dat zelf doen? Ik voel die bui echt hangen. Als je deze hebt, ben je eigenlijk gewoon overleden. Zal ik het is geen baas. Het is geen baas. Hey. Bro, dat is die brede Kim die is van Yes! It's going hot. Bro, ik sterf al af van zwarte Doritos, moet je daar bij. Zit ik zeker vast aan een van de burgercontract? Mensen, ik heb dus een burger besteld. Een waffle shake. Dat is dus een shake met een hele luikse wafel erin. Maar hij ziet er wel fucking lekker uit. En tot slot heb ik natuurlijk die tender. En ik moest daar dus een contract voor tekenen. Nou, dat hou je echt niet voor mogelijk. I acknowledge that eating the Houston We Have a Problem sandwich or chicken tenders can cause harm, emotional distress or even death. Ik heb gewoon voor getekend dat als ik dood ben, dat het niet mijn schuld is. Dit is hem dus.
Oh, hij is ook groot. Okay, dan ga ik eerst even genieten van deze op het oog best wel royaal lekkere burger, hoor. Hallo. Maar even deze gefrituurde kalkoen met daarin misschien een vlinder of een burger. Ik ben ervan overtuigd dat dit een drolletje is. Deze is zeldzaam lekker, deze. Is het lekkerder dan bij de chicken filet? Ja, nog lekkerder. Ja? Ik vind het echt zo spannend. Dit is bij dood dat ik ooit ben geweest. Komt-ie, 3, 2. Het is natuurlijk wel, je trilt helemaal. Oh, ik heb het gevoel dat hij inkikt. Gaat hij? Ik zie een soort lachje, dat doet me wel goed. Jezus, die geur, man. Ik wil pijn doen uit je mond. Wordt het heter, wordt het minder? Nee, het wordt niet meer. Oh, ze is gewoon dat ik echt heen zijn heb. Het is echt iets van een andere planeet. Heb het weg nu? Nee. Alles doet pijn. Ah. Maar is het zeg maar als je nu meer van eet dat het nog erger wordt? Ja. Afscheid nemen bestaat niet. Dit is gewoon permanente schade, toch? Ik ga dat niet opeten. Wat een poesie. Ik zou die af willen raden om het te proeven. Je begon allemaal te huilen en zo. Ik vond het echt zielig. Ik heb mezelf echt teleurgesteld. Ja, jij ons ook. Nou, laten we door naar de I. Hey, het is hier vrij druk, man. Ja, mensen, we zijn dus bij de I. Dat staat voor in en out. Waarom ben jij eigenlijk nog mee? Maar ben je af. Ik heb zoveel brandende pijn in mijn buikje. En mijn lippen die zijn zo heet. De in- en out is dus super populair. Roel trouwens ook uit. Hij doet er wel mee. In en out is dus een hele populaire tent. En dat merk je dus aan de rij, want het staat hier gewoon helemaal vast. Het leeft onder het volk en ik denk dat deze echt heerlijk gaat zijn. Dus als je deze hebt, ben je fucking blessed. Wat bestellen we hier dan voor gekkigheid? Je bestelt een 4x4 burger met animal style fries. Ik weet het allemaal fucking niet. Fucking shit. Het is 3:15 middags, ik heb nog helemaal niks gegeten. Hey sir, how are you? First, please, the... The 4x4 animals. First... Jij hebt nog niks gegeten. Hey, hoe heb je zoveel energie? Ja, dat vind ik dus echt het allerdomste als mensen geen energie meer hebben omdat ze niet hebben gegeten. Oh ja, want zo werkt het inderdaad niet. Jij haalt natuurlijk je energie niet dat je eet, want je eet eigenlijk alleen maar troep. Jij zuigt ook gewoon vet in de lucht, toch? Je hebt zo'n gigantische vetlaagreserve, dus dan kun je daar je energie uithalen. Dus jij hebt het inderdaad ook niet nodig. Ik moet zeggen, ik wil nog even sorry zeggen voor de grote vetshame compilatie, want 90% van de keren was ik jou aan vetshamen. Daar is het laatste nog niet over gezegd. De excuses neem ik uiteraard niet aan. Griep. Mat, kies jij maar iemand uit. Hey, maar stel nou, Mat, jij trekt jezelf. Dat doe je in een regelmatig. Dan moeten we dus nog even. Ja, maar dan is het ook echt kut als je dan verliest. Want dan had je eigenlijk dus niet, was je eigenlijk niet in de beurt. Hij is blond. Ik dacht, volgens mij zie ik daar. Hij is blond. Het is Milo of ja. Dit zou best eens Milo kunnen zijn. Kom met die 4x4. Kom maar, het is een hoog. Ja hoor, hoog. Ja hoor, ja. Ja. Het belt helemaal uit zoveel vlees er tussen. Ik denk dat jij hier zeldzaam van gaat genieten. 3 uur 's middags ontbijtje. Dit is de allerlekkerste burger die ik ooit in mijn leven. Is het echt zo? Ja, deze is tering lekker. Ik denk dat mensen dit echt leuke beelden vinden van een man die, echt een man die gewoon traditioneel aan het genieten is. Maten en snackfanaten. Snijd er doorheen met die mondhoeken, heerlijk zeg. Je hebt je tanden niet eens nodig. Ik denk dat je lippen alleen er al doorheen slijt. Zo soft is, zo juicy is soft. Gadverdamme. Als je er nog een keer was, de dubbel. Ik vind het een soort ASMR. Zouden de mensen dit kijken en dan masturberen? Ik denk dat er wel elke video één iemand aan het aftrekken is op ons. Gewoon elke video wel een keer. Gadverdamme, wat geil. Mensen, ben je nou aan het aftrekken op dit moment? Stuur even een foto. Je hebt nog gekanteld, Milo. Ja, tuurlijk hè. En dat betekent maar één ding. We gaan door naar de volgende letter. Yeah. Deze tape moet even opnieuw, meer hype hebben we nodig. Oké, okay, yeah. We gaan door naar de volgende letter, de letter J. Ja. Yeah. Ja, dit was goed. Joe, check in the box, Joe. Hello. Hello. Can I have 2 tacos and a sourdough jack? Even kijken hoe lang het open is vandaag. Jack in the box, dubbel stift. You. Ik ga het middelste doen, oké? Okay? Is het dan eindelijk tijd voor Roel, voor zijn eerste eten van de dag, zo'n Jack in the box? Gaat Milo meteen doorklappen? Wat zal het zijn? Het is dat genereuze hoofd hier meteen, is Rob van Dijk. Ja, Roel nog steeds niet goed. Als we straks heel lang doorgaan tot het donker is, heb je zo'n 1 dag meegedaan aan de Ramadan. Yeah. Wees al, dit moet wel voor Rob zijn. Dit is echt een taco-schijf. Dit is een taco-schijf, ja. Oh, wow. Ik hoor die crunch. Crispy de crunch. Ja, het zijn duiven. Het zijn duiven. Oh, wacht jongens, ik heb een leuk idee. Heel veel leuke duiven. En nu Rob Toeter is. Niet Rob. Hij is rood. Jezus. Lekker hoor, maar dit ziet er niet heel groot uit. Nee, van best wel mee. Nee, maar het is wel met 1000 calorieën. Ik weet niet, ik vond die taco lekker nog. Hey Rob, hoe smaakt je broodje eigenlijk? Calorie 4000 voor vandaag.
Rob, je zei ik ga vandaag niet opgeven en je hebt gewoon carried geen woorden maar daden. Jij bent een strijder. In het leven Feyenoord 1. Ja, geen woorden maar daden. Oh, Rob! Supporter tussen aanhalingstekens. Leven Feyenoord 1. Jeez. En dat brengt ons bij de volgende letter. De letter K van Krispy Kreme. Die zou ik dus best wel willen. Deze zou ik ook graag willen, maar ik lig er al uit. Bruh. Zo, deze ziet er heerlijk uit. Krispy Kreme, 6 glazed donuts. Het water loopt van de lippen, hè. Ik ben echt benieuwd of Roel voor het eerst gaat eten. Ondervoeding bij ouderen is landelijk een groeiend probleem. En ik heb ten eerste slecht nieuws, het is geen baard. Nee, afschrijven ben ik op basis van deze kind dat ik het al weet. Dat Tom weer dat genereuze hoofdje is. Het zal er niet. Het is geen genereuze rol. Dit gaat richting de 5000. Staat erop, hè? Six reasons to smile. Ik denk dat deze echt heel lekker zijn. Oh, die zijn zo lekker! Zo jaloers, ik heb maar die kutkip opgegeten. Ik geniet er toch echt wel van. Het is oprecht de lekkerste donut die ik ooit heb gehad. Ik ben heel benieuwd dat jij dat bij de zesde nog steeds zegt. We zouden een knipje kunnen maken en dan weten we het. Je vond een lekkerste donut ooit. Ja, klopt. En de tweede, de ene lekkerste donut ooit. Maar die derde ging wel meteen heel ver naar beneden op de ranglijst. Ik heb een suggestie. Je propt gewoon in één keer in je mond en dan kun je heel lang over kouwen en gaan wij lekker door. Want de volgende zou het er niet meer aan de beurt zijn. Nee. Eigenlijk moeten we een keer een challenge doen dat je moet tellen hoeveel donuts je om je pik kan doen totdat dan de pik op is. Ik denk dat ik ze alle zes erom kan rijgen. Jij bent echt een strijder, om ik ben trots op je. Soldaatje! Zeg, soldaatje, leef je dan? Pa-da-da-da-da! Aflossing in! Ik heb hier McDonald's. Wat hebben we? Een dubbele quarter pounder met kaas. Oh, ik heb dus nog niks gegeten. Ach, geweest zo. En zelfs daar zou ik nu geen zin in hebben. Kinderreview, daar gaat hij. Weer dat genereuze hoofd natuurlijk. Ik heb nieuws. Geen baas. Geen baas. Yes! Yes. Laat maar kijken. Maar ik denk dat dit mijn kind is. Hey, dit is Mats. Dit is Mats. Ja. Joh. Wat we dus nu doen? Je hebt er nog één keer. Ik pak linksonder. Ik doe gewoon, ik rat ze maar één keer, oké? 3, 2, 1. Hij is er al! Ik wil die niet! Ik daag je uit om deze meteen op de chap echt binnen een minuut, want je moet echt sterven. Zo, dit was echt met Stony wat ik zag gebeuren. Wat een geluk, zei die Roel. Ik moet zo nodig scheiden, ik denk echt dat het zo moet zijn. Poep in de zak. Ik daag je uit om vol in die zak te scheiden. Laatste happy! Goed zo. Goeie stof. Hoor. En door. En ik heb nu een fout gemaakt, merk ik. Ik ben van de K naar de M gegaan. Jezus. Jullie hadden het ook niet doorgehad. Ja, jij zei we gaan nu naar de M. De L. Het is KLM, het alfabet. Ja, hè. Nou, dan gaan we nu maar door naar de L van Benno L. Los takels. Dat ze los zitten, dat zie je aan de onderkant van het zakje. Trek dat ding af. Ik ga voor deze. Oké. Wie krijgt de hele gore taco's? Het is in 3, 2, 1. Met die beker! Dit ziet er heel lekker uit. Hey, dat kan toch wel lekker zijn? Eigenlijk zit hier gewoon maatverband in. Oh ja, dit ziet echt geweldig. Dit is wel lekker aan, man. Dit zijn wel lekkere taco's. Dit zijn echt hele gore taco's. Maar lekker hoor, denk ik nu wel. Lekker op kamertemperatuur. Maar het gaat wel op een moordend tempo naar binnen. Het is lekker dat je nog een troef achter de hand hebt die gewoon nog honger heeft. Hoe? Pas op voor die vlieg. Bruh. Oeh, ja. Vasthouden! De deze toko verdient gewoon een nul. Het is gewoon, ik vind al die taco-dings, dat is hier niet voor gemaakt. Die spant helemaal aan om die hap te kunnen nemen. Hé, een kraanvogel. Een ooievaar. Hoe zou Roel heten als hij een ooievaar was? Roel. Ja. Ik denk echt, als je nu je vinger tegen mijn anus aanhoudt, dat je poep voelt. Eigenlijk is het soort dat je dan voelt pulseren. Een soort balpen waar het puntje eruit steekt. Ja. En die geeft af als je je vinger dus aan. Ja. Hoppa! Ja, dat is een En dan is het nu tijd voor de letter N. En bij de letter N, je dacht misschien, hoe kan het ook dat elke letter gewoon een drive heeft? Bij de letter N was het dus geen eten, maar wel één ander drive-through. En dat is de Nuvoo Cannabis Drive. Oké. Die dikzakken hier, die zijn gewoon te lui. Zelfs de smokers, om gewoon de auto even uit te stappen en de shoppa in te gaan. Dus daar hebben ze zelfs een drive voor. Maar ik moet zeggen, we zijn in de grimmige buurt nu, hoor. En jij gaat nu voor 1000 calorieën aan wiet bestellen. 1000 calorieën? Zou je een space cake hebben? Want dat zou ik oprecht nog wel zin in hebben. Voor 1000 calorieën aan space cake. Daar is ie! Die vorm van de Jezus! Wat we moeten bestellen? Iets. Ja, wat iets? Ik moet je laten zien, heb je je ID bij je? Ik heb hem bij me, Hallo! Hi man! Kan ik checken, ID? Ja. Ja. We're from Amsterdam, so we have weed in our veins. Zo, dit is de drukste drive van vandaag. Jezus! Ik maak geen grap, dit is de drukste drive van vandaag. We weten nog steeds wat we willen bestellen, hè? Ik weet niet wat ze hebben, man. Oh, ik heb nog nooit wiet gekocht in mijn leven. Wel gerookt? Ook niet. Gegeven. Nee, natuurlijk ben ik mogol. Lekker makkelijk praten. Je hebt vrienden die niet vapen, ouders die niet vapen. Want als iedereen in je omgeving vape, dan ben je omringd met allemaal Zo,
Dit is zo triest. Slow weed. Die vent die koopt een hele plantage of zo. Ik koop van heel weeshuis. Ja. Nou zou ik dat niet letterlijk nemen. Can I order here? Oké, what can I order? Are you looking for like gummies and chocolates? Chocolates. Just one? Let's do 5. Mm. Maar waarom geef je mij 100 euro hieruit? 100 euro? Kan je zeggen, sorry, we only just need one. Nee, dat ga ik niet zeggen. Want er staat hier all sales final, no returns. Het duurt dus langer voordat je er iets van voelt. 45 minuten tot 2 uur. Bye. Thank you. Bye. Er zit 101 THC in en 10 is al wel een soort van een aardig portie. Jezus. Welke weer van Amsterdam, you know? We have weed in our veins. Ja, je had gewoon één reep moeten bestellen, vriend. Ja, had ik moeten doen, maar ik had stress, want ik weet niet hoe dit werkt. Oh. Waar ga je nu heen? Ja, weet ik niet. Je hebt hier links heb je een hele grote parkeerplaats. Ik heb stress. Ik ga wel even zo links in de richting. Daar staat politie. Letterlijk politie. Oh nee. What the fuck ben jij allemaal aan het doen, man? Oh nee. Ik ga hier neerzetten. Ah, dat zit goed dicht dan, hè? Alsof het uit de buurt van kinderen moet blijven. En hier zit het dus in. Als je dit helemaal opeet, dan weet ik zeker dat er gaan hele rare dingen met je gebeuren. Echt heel raar. Mensen, we hebben nu dus veel te veel drugs. Ja, sorry. Goede zaak. Echt de seks besteden $100 van deze hele reis. Ja, echt naar wiet en chocola. Meent u dat nou? What the fuck, het is gewoon een soort cordon. Oh, daar staat ook heel goed op. Pas op, in 10 milligram. Ja, maar dat is genoeg hoor. Half blokkie? Ja, half blokkie. En als je niks voelt, moet je gewoon het hele blokkie nemen. Voor de wetenschap, hè? Laten we eens proeven. Voel je al iets? Space hem helemaal kapot. Goed, Milo. Ik heb veel plezier met je high. Maar als ik iets voel, zal ik... Nou mensen, dan gaan wij nu door naar de volgende letter. Oh, we zijn er al. Dit is geen O. Nee, het is O'Neill's Big Chicken. Oh. Ja, want deze zaak is van Shaquille O'Neal. Big Shaq, de enige man. Wat een legend is dat, joh. Dat is bekende basketballer. Ja, en hij is er misschien wel. Ja, hou je mee. Dus in plaats van de drive pakken gaan we naar binnen in de hoop dat hij er is. Ja. Maar gaan we dan even nu kijken wie moet? Ja, en dan ook degene die dat dan is, die is ook de enige die op de foto mag. Oh! Ja! Ja, maar kijk, Shaquille O'Neal was geen grote eter. Dus dat zal meevallen in de porties. En ze hebben echt goede burgers hier, namelijk de Big and Sloppy. De Big and Sloppy? Stel, je komt binnen, hij staat er echt. Dus ik pas 4 keer in die gast. En na 3 keer. Kijk, de reden dat ik denk dat ze hier zo'n hele grote porties hebben, is dat ze hier ook best wel kleine zwetjes bij de tafel geven. Keukenrol. Ik heb hier jouw burger, dat begint het mee. Dat is de Big and Sloppy, hè? Kijk, hier zit dus macaroni op. Dan ben je er nog niet, want Shaquille nam vaak ook nog een klein toetje. Die kan je gewoon met frisbee, niks aan dan. Nee. Niet normaal. Jullie moesten mij natuurlijk nog terugpakken van dat ik niet op het randje stond. Gewoon, ik denk dat gewoon af en toe er zitten gewoon 10 kaarten tussen, waar alleen ik op sta. Vermoeden van Max Fitching. Je kan wel paranoia doen, maar dit is helemaal niet waar. Ik moet ook iets toegeven, dit is allebei 1000 calorieën. Ik vond die koek gewoon te leuk om er niet op te zetten. Dus Rob, je mag kiezen. Welke neem je? Ja, dat is natuurlijk een simpele keuze. Ken je een dennenkoek? Ken je dat? Nee. Daar lijkt het op, een dennenkoek. Dat is een Nederlandse koekje. Is dit 1000 calorieën, die koek? Dat verbaas je toch niet? What the fuck? Dit is denk ik het grootste koekje dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Weet je wat het is? Dat is ook wel een beetje het spel, maar kijk, als ik nu weer ben... Dan kan ik jullie niet beloven dat ik het op ga krijgen. Maar jij hebt nog heel veel over, hè? Jij kan best vol zitten naar die chocola van net. Ik vond het nog weinig, maar zie je iets aan mijn ogen of niet? Als ik durf... Mensen, we zijn trouwens bij de P van... We zijn bij de Panda Express. Dat is een fastfoodketen voor Aziatisch eten. Je dacht, het wordt niet gekker. Wat moet ik bestellen? Het is echt heel makkelijk. Het is een hele makkelijke term. Oké, wat dan? De flinke plonkie pal, hoekie plankie, hoekie plankie. Hey, je moet bestellen zo meteen de Beijing Beef en de Crispy Shrimp. Bij het raam staan gewoon die pannen. Scoopen ze er meteen in, hoor. Thank you. Bye bye. Stel, ik had naar die kip van vanmiddag meteen wat geberfd. Heb jij wel eens zo'n branderig gevoel? Ik heb echt een klein pieletje. Jongens, ik heb een idee. Aangezien ik ook dit op de hoek ben, ga ik nu gewoon zelf wat eraf trekken. Goed, ik heb echt zin in deze. Wow! Ja, dat is lekker. Hier ben ik blij mee. Het zijn twee lieve bakjes. Jezus, doe dit! Deze zijn best zwaar hoor. Ja, er zit wel veel calorieën. Ga je even b-roll maken van de powerplay. Oh, oké, doei. Oké, Matt gaat even b-roll maken. Ik heb hier kip. Ik weet deze bak niet, man. Dit is echt nog een hele dat ziet er wel uit, niet meteen kijken, maar ik zie het als Bonzo. Bonzo, voor een heel leven lang. Hey, zal ik alvast rijden volgen? Roe, jij kan wel deze bak nog toch als eerlijk zijn. Je hebt nog ruimte over. Dit is de allerenigste zaak ter wereld die met Lemmy begint. Ja, maar dit heeft dus geen drive. Oeh, dus eigenlijk doen we niet echt een video. Vals gespeeld. Joh, dat is dat ding weg te beuken. Ja, je moet even tempo, man. Je moet nu wel even dooreten. Nou, Rob, laat me zien. Oeh, dat zou ik wel eens kunnen zijn. Oh, dat is mat, hè. Dat is mat, hè. Ben ik haal eens te goed. Nou. Nee, man. Ja, wel. Nee, maar doe jij niet. Shit. 3, 2, 1. Yo, mensen. Daar gaat ie. Fuck!
Die staat helemaal strak, joh. Ja, nou, we hier ook. Gaat het worden, jongen, meisje? Oh, het is hartstikke druk. Ja? Nee. Er zit helemaal niet wat. Ik had het gewoon een afstand gehad. Ja, hij doet het ook goed zo te ruiken. Godverdomme. Het stinkt hier zo erg. Man. Ik heb het broodje gemaakt geworden, maar hij is aan de grote kant. Kan je toch op? Niet meteen kijken trouwens, maar een limoen met wielen. Maar nou goed, het is een klein broodje. Jezus. Hij is zo groot. Ik sta echt op het punt om te kotsen. En niet eens omdat ik zo ongelooflijk veel op heb. Het is zo pittig. Nou, ik heb er dus heel veel vertrouwen in dat jij deze nog opkrijgt. En dan zijn we bij de letter R van Raising Cane's. Dat is een restaurant gespecialiseerd in kipvingers. R is trouwens ook van... Rob. Ja, we zitten al een half uur in de auto onderhand en je hebt nog steeds niks op. Buiten dat ik al 6000 calorieën op heb, is dit ook echt het allersmerigste broodje wat ik ooit had. Nou, dat zou je toch niet verwachten. Je kan niet zo fancy leuk restaurant hebben en dat het dan niet te eten. Dat kan echt niet. Dus je ligt echt uit definitief? Ja. Oei. Ik heb mijn laatste stukje kip. Eindelijk! Niet meteen kijken, maar die man links die praat tegen mijn opa. Is je opa dood? Ja. Iedereen, dus ook jij, kan contact maken met overledenen. Het is toch super gaaf? Hey, is het echt een rij voor die kipvinger? Ja, die kipvinger is heel bekend. Bering, man. Is het heel bekend? Ja, Raising Cane's. Oh, dat moet lekker zijn, man. Ik wil. Gaan we nu al bepalen wie het mag of de afloop? Nou, laten we het nu bepalen. Degene die het moet eten, moet sowieso de Three Finger Combo eten. Dat is de eentje die ik ook eens met mijn vriendin probeer. Er is best kans dat ik nu pas het derde hoofdje echt iets doet. Ik begin met deze. 3, 2, 1. Gewoon weer geweest. Ja. Dan pak je nu rechts onder. Ik steek hem schuin over. 3, 2, 1, boom! Heerlijk, jongen. Lekker kip, lekker vingeren. En sowieso ben jij van de drie vinger combo, dat weet ik ook. Ja, de drie vinger combo, dan heb ik vaak dan twee bij mijn vriend en één in jouw moeder. Ik heb ook wel het idee dat Roel is overleden, want die zit er echt niet lekker meer in. Is het weer zo'n doosje? Dan word ik gewoon weer verdrietig. Ja, ik ben heel benieuwd, jongen. Ho! Smaak helemaal nergens naar. Smaakloos. Ik heb trouwens nog een verrassing voor je. De limonade moet je ook nog opdrinken, want het is zoals je ziet niet superveel. Nee, dit is niet heel lekker, maar... Ik ga het zeker op. En dat brengt ons bij de volgende letter. En dan zijn we nu bij de letter S van Snappies. Dus niet van Sketch, dat je het even weet. Nee, dat is ook precies, met de S. Dat is vaak... Oude mensen dat er waren. Je rijdt het raam voorbij, hè? Is het een raam? Oh ja, noem dat een raam. En kijk, allemaal leuke films. Ja, het idee van deze drive-thru is namelijk dat je hier dus iets bestelt. Daar rij je naar de parkeerplaats. En daar hebben ze dus een film. Altijd 24/7 aanstaan, een film. Jezus, wat is dit? Ik... Het idee is dus, je zet die radiozender aan met de frequentie en op dat precies hetzelfde moment heb je dus geluid in je auto en kun je dus die film kijken. En we zaten dus net te kijken. Oh, het is Shrek. Het is fucking Shrek. Ja, het is Shrek. Zullen we even de radio aanzetten op de frequentie en kijken of het radio aan 94.3 is. Man, dankie. En it's our face. I'm so happy to be. Fucking hell, dit is... Maar deze beuker... Is niet normaal. Shrek draait 6 keer per dag. Jezus, man. Wie krijgt de grote ijskoep? Ik ga voor linksboven. Ik ga hem in één keer doen. En het is 3-2. Is een lekkere. Het is de man met de baard die hem al in zijn handen heeft. Ja! 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 Met de ijskoep. Eet smakelijk, Roel. Dankjewel. Eet smakelijk. Wat zou de volgende film worden? Hopelijk een seksfilm. Shrek begint weer! Hij begint gewoon weer. Oh. Nou, kijk, nu voordat we beginnen, dus in principe kunnen we hier... Ja, nu kunnen we gewoon helemaal kijken. Blijf het ook. Tering! Er zit ook van alles het dak op. Lekker benzine. Die verstering, dit is niet goed, man. Hoe lang gaat rijden? Anusklep, hé. Waar is die tegenaan? Oh, ja, tegen die andere auto. Die ervoor staat. Die auto die ervoor staat. Ja, maat, die auto ervoor ligt helemaal uit elkaar ook, hè. Maat, zie je die ring die ervoor ligt? Dat is van die auto ervoor. Nee, wat is hier gebeurd? We hebben betaald en Rob zegt het mat redden, hè. Rob zegt, maar waar is het eten? Kijk, die gaat dit doen. De letter T, Taco Bell. We gaan het zien wie het mag. Je wordt bij een van ons maar jullie zijn allebei aan het eind van je Latijn. Als ik het nu heb, ik de lul. Ik trek de middelste open. 3, 2, 1, boom! Genereus erop. Genereus erop weer. Oh, toevallig! Zeg even hoe vaak je had gemoeten. 3, 2, 1, hup! Hallo? Hallo meneer. Zo laat wat er uit. Dit is een koekje. Laat me even zien, Roel. Alleen dan wel met heel veel vulling en een soort pannenkoek. Maar als je dit niks vindt, mag je ook met die andere beginnen. Dit gaat niet werken. Ik denk dat we beter kunnen stoppen en door kunnen gaan, want het is ook al middernacht. En als alles dicht is, dan zijn we natuurlijk sowieso het loop. Ja, eens. Koen en ik. Milo en Koen. Heeft nog 6 letters te kantelen. Maar van de eerste. Kut. Ja. Dit is lekker. Dit is een groot probleem.
Wat was dat? Ja, alsof je hier door kan. Dat was niet heel grappig, maar oké, je probeert eens wat, hè. We zijn hier bij de Usfried Chicken. Een hele grote pion, dus we kunnen nooit erin rijden. Nee, dus wat dan gaan we naar binnen. Dus daar bestellen we het gewoon. Oh, goed te doen. Hij is ook warm. Wat eet je nou? Oh, kuf! Wat een fuck! Koen zit ook nog in het spel, hè. Voordat we doorgaan, ik heb net gepist. Ik weet niet of het kan, maar mijn plasbuis staat serieus echt in de fik. Dat is gonorreu. Zou dat kunnen van die kip? Ik zweer, mijn plasbuis staat echt... Echt aan het branden nu. Ik ben wel benieuwd hoe je moet gaan eten. Ja, ik ben benieuwd hoe je moet gaan eten. Dat is Milo! Ja! Tuurlijk! Dit is denk ik oprecht de definitie van holletjes werk. Dan gaan we volgende rijden. Ondertussen eet ik hier gewoon echt in no-time op. Je hebt echt niks op. Ik heb de hele niks op, behalve om 2:30 en een heel klein burgertje. Jongens, laatste stukje. Voodoo, drive-thru. Oké, ik ga voor de middelste. Hé Koen, het moet dus even van ons twee zijn. Anders doen we het nog een keer. 3, 2, 1. Nee, telt niet erop. Dat is weer dat genereuze. Oh, dat is Roel. Dat is Roel. Welke wil je nu? Ja, wat jij mag zeggen. Deze. Jouw feest. Oeh, die had ik niet gedaan. Oh. Die had ik niet gedaan als ik jou was. Als ik jou was, had ik die misschien niet gedaan. Sorry hoor. Er zijn hier 1 miljard drive-thru restaurants. Dit kost zoveel tijd. Het is toch ongelooflijk. De onderhoudsnelheid is zo slecht. Maar dit is, ik denk, wel misschien gerund door de zorgboerderij. In de horecazaak werken mensen met een verstandelijke beperking. Hey, kijk eens aan. Thank you. Thank you. Bye-bye. Koen, pak aan dat ding. Het ruikt hier echt smerig. Ja, naar dit. Dit ruikt smerig. Dit is gewoon precies dezelfde doos weer. Dit is bizar pittig, dat zie je gewoon nu al. Zo, het komt in mijn ogen. Ik heb helemaal... Die klapt wel eventjes naar binnen. Dus ik deed hem open en het dam kwam in mijn ogen. Ik heb gewoon last van mijn ogen. Jongens, ik ga een hap nemen. Die saus smaakt naar kots. Naar kots? Het is echt smerig. Maar dit is niet normaal. Ik zou het tof vinden als je hem toch opeet, ook voor mij en voor het team. Nee. Nee? Ik geef op. Ah ja! Je hebt het nog niet eens geprobeerd, man! Ja, maar het smaakt naar kot. Besef je wat je nu doet? Met nog 4 letters te gaan. Laat je mij in mijn eentje over. Ja. Dat komt goed. We zijn nu bij Wiener Schnitzel en deze plek staat bekend om 1 ding. Ze hebben geen Wiener Schnitzel. Oh. Nee, dus Milo, voor jou krijg je straks zo'n heerlijke verse... sappige corndog. En je hebt geluk, het is niet 1 corndog, het zijn er 3. Dat was snel. Thank you. Dit is fast food. Even kijken hoor. Ik zet even mijn bril voor af. Want ik ga dit even tot de bodem uitzoeken, die allemaal. Oeh, ze zijn warm. What the fuck? Dit is een kleintje. Maar dit is wel bij far de kleinste van allemaal. Deze is bloedheet. Kijk eens. Ook met zuurkool. Ja, maar dit is met zuurkool erin en mosterd, van die vieze mosterd zuurkool. Lekker hoor. Deze, die is met heel veel chili saus. Ik heb zoveel saus genomen als ik wil. Ik ga beginnen met die sauerkraut, man. Ik vind het zo mooi, dan kijken we naar rechts en dan zie je gewoon 2 tenten waar we vandaag al zijn geweest. Die In-N-Out Burger en die Arby's. Waarom lijkt het Arby's logo zo op een condoom? Ik begin met de hap. Het hele ding is, ik vind zuurkool best lekker, dus dit is wel wat aan mij besteed. Ik denk dat deze en die op het stokje best te doen zijn, maar daarna die chili, dat wordt echt een taai. Zou ik nu aan de chili beginnen? Ja, ik zou die chili doen, man. Het is niet heel pittig, maar het is gewoon zo'n rare vleespus. Maar... Ik ga helemaal op. Dan die laatste corndog. Dit is zoals hij bedoeld is, op het stok. Je moet likken, toch? Hoe zou je denken te likken met die op is? Nog 3, Milo. Nog 3 te gaan. En dan, mensen, gaan we nu naar de letter. Ik zou er wel doen. En dan heb ik het natuurlijk over Wendy. Oké. Dit is weer een hele grote burger of zo. Ik heb geen trek, maar nu wordt het echt langzaam honger. Oh, dit is heel schattig. Echt clean is die. Dit is goed. Ja, dat zou wel moeten, toch? Want de rest van mijn teamgenoten, mijn vrienden, wij hebben verlaten in het spel. Dit is echt kinderspel. Je bent ook echt een fenomeen eigenlijk, hè, dat je dit weer wegkrijgt. Je ziet langzaam dat gezicht van Milo zo glans krijgen van zijn gutsheid. Overgewicht betekent dat je te veel weegt voor je lengte. We filmen echt 1,5 minuut, die hebben we al weg. Het is echt zo bijzonder. Milo, laten we doorgaan naar de volgende letter. En dat is de letter EI. Yo. Jezus. Ja. Ja, het moet op. Ik heb mezelf wel geholpen. Ik mocht zelf de smaak uitkiezen. Ik ben voor mijn favorieten gegaan. Aardbeien cheesecake. Milo, ik hoop zo dat je het haalt. Maar mij moet oppassen voor de brainfreeze. Dus ik moet mijn tempo iets reduceren ten opzichte van bijvoorbeeld vleeswaren. Want de brainfreeze zit licht op de loer. Er zitten ook 4 gasten te kijken naar de grote verlosser, hoor. Er is een verlosser. Is het echt ijs of is het frozen yoghurt? Wat is het verschil? Dit is in plaats van melk op yoghurtbasis, denk ik. Yoghurt is ook op melkbasis. Ja, maar melk wordt een beetje romig en frozen yoghurt. Milo, laat me even in mijn focus. Oké. Okay. Op naar letter Z.
Mensen, het is tijd voor een fucking finale. Hey, het is wel chill dat we hier dan als team staan, met z'n allen. Ja, we hebben even een update. Roel is oud. Het is gewoon klaar. Besef dat hij is in slaap gevallen. Besef even dat terwijl de camera's aanstaan, val je tijdens een videoopname in slaap. En dan ben je echt zo oud. Maar dit gaat alleen maar vaker gebeuren. Ja, maar hoe kan je dit nou... Dit is de eerste keer, maar we moeten er gewoon gaan winnen. Maar binnenkort is de kans best gewoon dat wij een random even aan het opnemen zijn. En dan kijken we naar links en slaap Roel ineens. Ja. Waarom hebben we hem niet wakker gemaakt? Ja, laat maar even. Goed, Milo, we zijn bij de epische eindlocatie met de Z van Sonic. Maar dan met de S Sonic, want er was, nou goed, ja, je kent het wel. Op het laatste van de alfabet zijn ze maar mee gekapt. Milo, je hebt maar 3 slushpuppies met 340 calorieën per stuk. Dat valt best wel. Dat smaak is Red Bull, blauwe Red Bull en mango. Oh mijn god. Een massief blok. Steen. Milo, 3 van deze en hebben we de challenge gehaald. We hebben het hele fucking alfabet gekild, maatje. Kom op, jongen. Je zou denken, dit is misschien XL. Nee, dit is een medium. dit is echt het allerergste qua brain freeze. Knallende koppijn. Hoe kan dat nou weer? Hij loert weer! Die brainfish loert, man! Ze hebben in het tussentijd rolling goed te doen. Ja, dat is wel sowieso. Het zou wel sowieso kunnen, want ik heb wel de auto op slot geklikt. Want anders wordt hij gestolen misschien. Dat hij gewoon dat hij het bons is op die raam van laat me eruit. Mocht iemand nu die auto stelen, is het een beetje net als die sluipster. Dus van ja, die man hoort erbij. Ja. Die hoort bij de auto. Zo, ik krijg een steek hier. Ik zweer, maak echt geen grap. Ik krijg echt een steek hier. Ik weet niet hoe dit kan, maar ik heb echt een... Ja, ik weet wel hoe dat kan. Je hebt net in een paar uur gewoon echt duizenden calorieën gegeten, hè? Het is gewoon koud. Dat hadden we niet verwacht bij slushpuppies. Zo bezorg je een vrouw een orgasme met je tong. Het is hartstikke lekker. Dat is het hele punt niet. Ik vind hem zalig. Maar het gaat erom dat het veel te koud is om nu te nemen in één keer. Maar Milo, als je geen zin hebt, geef dan gewoon op. Ik heb juist wel zin. Nee, die kan ik nooit nu binnen een half uur kan ik dit nooit wegkrijgen. Oh, is het helemaal door de koud. Hij moet het dus helemaal gesmolten zijn. Ja. Wat staan we hier nou te doen, man? Hoe is trouwens weer wakker? Jullie trapten erin, hè? Oké, kom aan. Dus van gaat die ander, even voor de duidelijkheid, hij heeft het in pannetjes warm gemaakt. Is hij op? Nee. Deze man heeft het in pannetjes de sluspuppy opgewarmd. Nou, dat heb je nog nooit gezien. Op een zo snel mogelijk 1,5 liter Red Bull sluspuppy weg naar achter. Die bril ook nog steeds zo. Hoe kan die nu glijden in de midden? Alfabet is een mooi iets. Die zien we nog weer terug. Dames en heren, bedankt voor het kijken. De A tot Z Drive-Thru Challenge. We hebben hem gehaald. Las Vegas, baby! Mensen, wat je dus nooit moet doen, is 3 slushpuppies achter elkaar nemen na een paar corndogs. Dan zie je namelijk die stukken corndog erin drijven. Oh, mooi, dat is echt alles. Maar ja, carry je team, weet je wel. Carry je team. Shout out to you, vriend.